Go. Hallo mensen. We gaan vandaag beginnen met Stardew Valley. Wel modded. Dat is ook een idee. Ja, dat is de game gewoon wat iets leuker en iets mooier om te doen. Ik ga geen singleplayer starten. Er zit hier nog een aap aan de andere kant. Zo wil ik mezelf niet noemen. Maar hallo. We gaan gezellig met z'n tweeën dingen doen. Wat was nou cabin layout separate, hè? En four corners. Jo, separate. Ik wil niet bij jou in de buurt zitten. Je stinkt. Ik ook niet. Ja, nee, ik ook niet bij jou. Met je grote, veel te grote poten. Money ook separate. Stel ik hem eens Uno. Kerk eraan maken. Boer Herms. Ja, maar dan anders. Met den enders. Maar dan anders. De boer anders gebergte. Dat kan natuurlijk ook. Nou mag ik niet klikken terwijl de mond beweegt en de tekst onder staat. Waar is mijn koffie? Mijn koffie is op. Kopje koffie, tafel 3. Nee, drie koffie voor tafel 1. Kip wel. Nee. Oh, oké. Okay. Take it or leave it. Nou, kom maar brengen dan, dan neem ik het wel. Nee, je moet het pakken of weggaan. Waar is de roomservice dan? Heb jij ooit een groomservice bij mij gehad? Volgens mij de laatste keer zei je: wil je ontbijt op bed, slaap maar in de keuken. Ja? Dan vallen er misschien wat kruimels van het dak op je bek. Zo. Zo. Nee, daar komen die katten. Die komen die katten honden buffen kattenbrokjes leveren. Nou, niet eens kattenbrokken, dat is de grap. Brokken. Nee, ja, geen brokken. Want hoogstwaarschijnlijk hebben ze dan gescheten en dan krijg je gewoon kattengrint in je bek. Gadverdamme. Daar was die aparte bakken bij je voor. En een tuin en een speelveld. We zitten in ieder geval weer te slapen achter de computer. Op kantoor. Met dorst. En wat pak je als je dorst hebt? Trek je je la Vocht. los. Ja, heet dat. Dan trek je je la los en wat ligt er in de la? Een envelop. Oh, ik dacht Als mensen de tekst willen vocht. lezen, sowieso. Ja, normaal gesproken wel, maar dan moeten we eerst naar de boerderij en dan krijg je vol. Mensen de tekst echt willen lezen of dat leuk vinden, zet hem op pauze. We moeten in ieder geval van de oude Loewers de groeten doen, mocht hij nog leven. You are now hosting a multiplayer. Dus we gaan dan de hele campaign negeren. Zo is lekker plan. Ik heb je geïnviteerd, dus knippen we dadelijk even dit en dit. Je verwacht ook helemaal gejoind ben. Waiting for host to finish. Yo. Ik krijg nu met Veronica de dingen. Nog klein zo kut zien. Ah, dan loopt ze weer door de muur heen en dan gaat ze weer in de boom staan knuffelen. Let maar op. Oh mijn god. Het enige wat ik pauze is de tijd. Ik kan gewoon lopen en alles doen. Ben je gejoind nou? Want er stond net wel wat. Ja, heel vachtig. Het die nieuwe PC's nog zo langzaam.
Ja. Ja, gejoind. Druk eens op je unpause knop dan. Dat werkt bij mij niet, oké. Waarschijnlijk omdat ik hem geoverwrite had. We gaan in ieder geval nu beginnen. Want de game is geunpaused, ja. Krijg in ieder geval een beetje zaad om mee te beginnen. En sprinklers? Nog niet, want zover ben ik nog niet. En sprinklers. Quality sprinklers ook gewoon om mee te beginnen. Ja, moet wel kwaliteit zijn, hè? Ah, sowieso. Maak kwaliteit of maar niks. Ja, precies. En dat. Als het goed is. Druk backspaces, kijken of dat gefixt is nu. Ja, dat is nou weer een beetje bug, maar dat komt dadelijk wel. Altijd dag 1 of niet? Ja, dag 1 is een beetje gebukt. Nice. Introductions. Aflevering zal ongeveer 2 dagen zijn. De eerste aflevering waarschijnlijk 1 dag, omdat ook de intro erbij zit. Vorige keer echt gewoon. Ging goed. Maar dan weer anders. Ja. Maar dan weer anders. Hoezo praat jij zoveel met Hans? Wie is Hans? Hans Anders. Ja, hey, goedemorgen. Tractor is een klein beetje OP, maar dat praten we niet al te veel over. We hebben al een klein beetje... Het valt nu wel mee met hoe erg het vorige keer was. Ja, ik wou zeggen, we hebben hem al een klein beetje genervd, alleen het werkt nog wel best heel erg lekker, moet ik zeggen. Lijkt vrij weinig te klagen over de tractor. Wil je ergens snel naartoe? Tractor. Wil je ergens niet snel naartoe? Tractor. Dat was niet de goede knop. Aha, I. Begin je nou weer zonder kist? Ja. Jij gaat inzetten voor de very veel geld. Jos. Dan verkoop ik al gewoon zelf meteen 2 sprinklers. Tenzij. Shit. Ah, ik kan eruit halen. Okay. Dus daar naar Pierre gaan tenminste. Hout en zo verkoop ik niet, want ik kom dan altijd aan het eind tekort. Hopen dat het lukt wel iets hoger ligt dan nu dan met seats en de geodes. Dat het voor jou inderdaad wat hoger ligt. Voor mij boeit het niet. Als het bij jou nog hoger gaat liggen, dan krijg ik geodes en dan krijg jij ze in je inventory. Hey, dat vind ik op zich ook wel een goeie. Zullen dat... Volgens mij was dat al gewoon. Volgens mij is dat standaard al. Zou me niks verbazen. So, heb je al geodes? Eentje. Jij? Ik heb nog geen geode gezien. Ja, je hebt verschil moeten wezen. True, true. Verschil blijft altijd. Plop. Alleen tegenwoordig moet alles gelijk zijn, hè? Ja, dat is ook gelijk. Daarom krijg ik altijd net iets meer dan jij. Zo, alles is verbazing. Want Adriaan is acrobaat. Ja. En dat is het zo adequaat. En de baron is werkloos. Daarom krijgt hij helemaal niks. Wat we dadelijk wel meteen moeten doen is extra... jij gaat even parsnips, hè? Jas. Ik ga even kijken hoe lang die aardappels waren. Anders gaan we gewoon voor aardappels. Want aardappels... Aardappelen waren 8 dagen. 8, ja. Nou, kan dat wel? Dat zou inderdaad gewoon kunnen, ja. Ja. Parsnips zijn maar 4, hè? Ja. Yep. Dus we hebben een dubbele lade. Ja. Parsnips is dan op zich wel handig om te doen. Vooral voor de eerste. Zodat we daar in ieder geval bij dat event fatsoenlijk wat kunnen doen. Uit klinkt als plan. Daar had ik op zich beter niet die sprinklers kunnen verkopen.
Alhoewel, water geven is ook gewoon geen probleem, want je pakt gewoon je trekker. Ik wil wel tabben. Ja, ik heb de recording wel aanstaan. En dan gaat aan de andere kant de mic. Mic eruit. Nee. Oh ja, ik hoor dat diep geluid bij je echt gewoon. Diep. Altijd heb als jij je headset afzet, dan hoor je altijd zo'n geluidje. Waar ik nou weer. Piep, piep, barbadruk. Magie. Magic. Is dat kind of magic? Zo. Mijn name is Magic Mike. Ja, de Magic Farm. De magische kaasboerderij. We zijn een boerderij en wat maken we? Kaas. Ja, dan dat zijn kan. We toch eigenlijk best wel heel. Ja, kijk, als jij geen cheese presses hebt, dan word ik echt verdrietig. Nope. Dat lijkt me dus het leukste. Gewoon kaas. Jens favoriete ding ook kaas. En wat heb ik niet? Kaas. Waarom? Ik hou niet van kaas. Omdat je doodongelukkig bent. Omdat ik niet van kaas hou. Boerderij heet kaas, dan denk ik. Ik hou niet van kaas. Als je naar PR wil, moet je wel een beetje opschieten dadelijk. Want het gaat om 4 uur of zo weer dicht. Ja, nou kom maar goed. Oeh, rustig. Als het goed is, kan ik nu trouwens ook mijn sprinklers aanpassen. Hè? Yep. Ja. Ja. Oké, geweldig. Verder doen we niet. Oké, die sprinklers. Deze sprinklers zijn daadwerkelijk inderdaad al best wel heel groot. Voor de mensen die ooit mijnenjagen gedaan hebben. En die mensen die het niet, dat is ongeveer dit. Alleen ga je dan, als je dan op verkeerde vakjes klikt, ga je dan dood. Ben je gewoon af. Kun je opnieuw beginnen. Deze game is niet hetzelfde als mijn jaar. Het ziet er wel zo uit, want je hebt allemaal hokjes die je moet aanklikken. Druk je op de verkeerde. Kun je opnieuw beginnen. Zo zou je dat inderdaad kunnen zien. Zwart-wit gezien is er gewoon een variant van mijn jaar. Eyo! Gezellig. Houden we? Houden. Was gezellig, was leuk om je te zien. Nou, dunne mij heel gauw op. En wie are jij? Ja, mag je. Oh, die mag je dingen niet verkopen bij Pierre, je sprinklers. Jojo Markt. Aha. Geven ze nog wat voor dan? De groeten. De groetjes. Ja, nee, maar oké, hoeveel levert zo'n sprinkler op? Ik heb ze nu nog niet verkocht, dus nu weet ik het niet. Ik dacht, wat heb je onthouden? Toen laat ik de grap maken, los 4 of 5. Of 3. In ieder geval 2 sprinklers dan verkopen bij Jojo. Bij de Jojo-markt. Hey, waarom mag ik hem hier dan ook niet verkopen? Of waarom moet ik bij de kassa zijn? Mag ik hem ook niet verkopen? Niet. Nope. Bij de kassa mag ik hem ook niet verkopen. Dacht dat jij ze eerst verkocht? Dat dacht ik. Nice. Scammer. Nice. Vind het dan niet jouw tijd aan het wezen ofzo? Nee. Dat ik een voorsprong heb. Oh, je doet maar. Het gaat er toch uiteindelijk om wie meer luck heeft met het krijgen van de gewassen. Ja, nee, precies. Dus ik snap niet waarom je mijn tijd aan het wezen bent. We
We hebben nog niet echt een doel bedacht voor deze serie. Gewoon een beetje lol, een beetje plezier hebben. Dat is het. Er is niet echt een duidelijk doel. Nope. We zijn poeharms en... Wij komen uit Drenthe en we houden op zich van disco. Ja. Disco is op zich best prima muziek, joh. Ah, dat mag gewoon. Ik vind het helemaal goed. Past allemaal net niet. Ik heb iets van fertilizer. Dus dan groeit het allemaal lekker niet tegelijk. Boeien. Dit is de beste manier om water te verspreiden. Het kost toch gewoon geen water, hè? Als je met je tractor water verspreidt. Kost toch gewoon niks. Kost geen water. Verder zijn wij best wel tryouts en houden we echt niet van easy gamen ofzo, of zo. Gewoon rustig gamen. Rustig wat leuks doen. Nee, verder zijn we heel serieus. In zulke spellen. Ja, nee, er komen binnenkort een paar games aan. Dan wordt het wel wat tryhard mode. Dat is wel de bedoeling, ja. Ik denk niet dat het heel lang gaat duren als we daar niet een beetje ons best doen. Dit is een beetje een rustige game. Ah, ook meer een streaming game, though. Ja, dat is. We gaan ook even kijken hoe dit überhaupt is. En als het niks is, dan... Dan was gezellig, mensen. Tot de volgende serie. Er staat een serie zat ondertussen op mijn kanaal, dus kijk daar ook even naar. Als je toch wat te doen wil hebben. Moet wachten op de volgende aflevering. Of iets. En wil je sociaal doen? Ik denk eerder dat jij op mij moet wachten dan dat de mensen op dus afleveringen moeten wachten. Denk ik niet wel. We moeten eerst een deel opnemen voordat ik überhaupt wat online ga gooien. En ik denk dat is misschien ook heel verstandig. Omdat ik echt zeggen... niet reliable ben. Nope. Op het moment niet. En de laatste tijd is een beetje als jij dan eindelijk een keer tijd hebt, ben ik gewoon niet thuis. Daarom. Teamwork. Teamwork, ja sowieso. Is goed afgesproken. Ja, dit weekend ben ik thuis. Ja, ik... Ah nee, ik niet. Volgend weekend heb ik wel tijd, ja, maar dan ben ik er niet. Dat is een beetje hoe het nu gaat op het moment. Maar dat maakt niet uit. Als we dan tijd hebben, dan nemen we gewoon een hele reeks op. Dat maakt allemaal niet uit. Ik zeg wel, mensen die ook sociaal willen doen, wat dan ook. Er staat een Discord link in de beschrijving. Gewoon gratis om te joinen. Is gezellig. Ja, kijk, maar of je wilt joinen als tweede. Daarom zeg ik voor de sociale mensen. Waarom zit jij dan op je eigen Discord server? Ja, iemand moest hem hosten. Daar kwam het een beetje op neer. Ja. Serie, je en nou voor een host... sociale mensen, sinds wanneer ben jij sociaal? Ja, eigenlijk niet, maar... Ook ik heb wel eens gewoon tijd over, tijd te veel. Dat geloof ik. Nou, valt mee. Het hoeft niet waar te zijn, ik zeg alleen dat ik je geloof. Mag de hoop er helemaal geloven? Nee, eigenlijk niet. Trust issues hier. Vergeet niet je planten water te geven. Want ik ken jou, jij kan plastic kamerplanten. Laat jij nou gewoon doodgaan door te weinig water. Van de dorst. Dat klopt. Van de dorst, ja. Gewoon. Zelfs van plastic kamerplanten zijn. Iedereen heeft sowieso eigen talenten. Wordt wel eigenlijk oprecht gewoon aangedaan om je een cactus te geven, maar ik zie van net een zonde van droogt die uit. Zonde. Dat is zielig voor die plant. Droogt die uit. Ja, zeker.
En als het niet uit zou drogen, zou het zijn omdat die kat erop zo'n fuck te zeiken. Nee, als hij niet uitdroogt, is het omdat ik hem kapot gestompt heb. Jezus, agressief. Nee hoor. Ik ben helemaal niet agressief. Ik ben een heel sociaal wenselijk persoon. Voor mezelf. Voor jezelf, ja. Ik heb nou echt een kwart van al het steen op mijn dingen weggehakt. En door het gokje hoeveel geodes ik heb. Ciron. Ja. Ha. Nou, waar heb ik u? Hoeveel mixed seeds heb jij? Op het moment niet zoveel, want ik kon mijn tractor niet gebruiken. Ja, ik ben dus ook niet echt... Ja, trouwens, tractor nu iets echt. Goed tractor gebruiken. Nice knopjes. Maar ik had er 3. Oké, nou ga ik met de tractor gewoon even steen hakken. De rest. Ja, dit is niet leuk, want ik kan mijn tractor niet gebruiken. Dat doet hij gewoon niet voor some reason. Volgende dag waarschijnlijk, ja. Probably. Dat was vorige keer ook. Nou, maar ik zit op 136 steen en 0 geodes. Oh, doe je goed. Ja, dat gaat wel weer lekker, moet ik zeggen. Weet je de eerste keer nog dat ik zo'n voedselprobleem had voordat we de Energy Region hadden? Omdat ik zoveel bomen gehakt had en geen voedsel ervan kreeg? Mm-hmm. Ja, dat probleem heb ik volgens mij nou weer een beetje. Want ik zit op meer dan 300 hout en ik heb nog geen enkel iets gekregen waar ik voedsel van kan maken. Oprecht. Oké. Nog niet verder klikken. Want, als het goed is. En ik al tap en load the screens, dat vind ik niet leuk. Yes, space end. We zitten wel op 23 minuten. Dat vind ik wel mooi. Dan was dit de aflevering. Ja, kijk even de levels die ik gekregen heb. Foraging level 1. Mining level 1. En nou ja, deze grap maak ik hem toch doorgeklikt. Dus wil ik jullie bedanken voor het kijken. Durf een duimpje omhoog. Meer wil zien. Later. Ja, wacht even. Omdat hij nou doorgeklikt is, loopt mijn game een beetje vast. Bedankt voor het kijken. Voor het leuke duimpje. Abonneren mag ook. En zo tot de volgende aflevering. Later mensen. Nou, dat was de intro, mensen. Dus we beginnen dadelijk op de dag. Als het goed is, ben je joiner.